U ziet het. Het is hier heel gezellig. Ronald, ik raad u aan om hier naartoe te gaan. Iedereen die kijkt. Want zo gezellig als hier. Ja, ik vraag me af of het ergens anders in de stad zo fijn is. Een man vertelde mij net dat er hier meer dan 2000 mensen waren. Ja, ik denk dat hij al wat op had in dubbel zag. Want ik denk, zo'n 1000 man hier. En hier naast mij staat in het prachtige oranje guld. Marieke, u bent een van de organisatoren van vanavond. Ja. Wat gebeurt er hier precies? We hebben hier het Koningsmaal. Dit jaar voor het eerst als Koningsmaal. Hiervoor al 14 jaar als Queen's Dinner. Een buurtdiner voor en door de buurt. Dus er zitten 750 mensen hier te eten. We zijn toe aan het dessert. Een super lekkere chocoladetaart. En het is een kinderfeest met zo'n 300, 350 kinderen. Waar wordt getrouwd, geschminkt, broodjes, worst, ijs gegeten. We hebben muziek, wij hebben een mooie avond. Het is bijna een dorp hier, toch? Het is ook een dorp, het is absoluut een dorp. Maar iedereen kent elkaar hier ook? Of valt het niet iedereen, maar we zitten met z'n allen aan tafel. We zitten door elkaar. Sommige mensen zitten al met elkaar, maar hebben dan nieuwe mensen die aanschuiven. Dus niet iedereen kent elkaar, maar leert elkaar hier vanavond ook weer kennen. Nou, wat goed. Ik wil wel even zien wat iedereen eet en waar ze het over hebben. En of ze elkaar goed een beetje leren kennen. Ja. Leuk zeltje trouwens, zeg. En morgen, hier worden allemaal kinderen getrouwd. Ja, hier worden kinderen... Lijkt me nog wat jong, hoor. Ja, maar ze trouwen voor één dag, hè. Dus dat kan. Ze trouwen alleen voor vandaag. In jurk en pak met ring en foto. Dus dat is helemaal, helemaal zoals het hoort. Oh, ik hoop niet in de gemeenschap van goederen, toch? Dat weet ik ook niet. Even kijken. Nee, we hebben gegeten vandaag antipasti met kaas en charcuterie. En iemand van het Willem Dreeshuis. We hebben ook wat mensen van een woonzorgcentrum. We hebben sashimi gegeten van tonijn en zalm, een runderstoof. Nou, je kan je geluk niet op. Nee, het is met een glaasje wijn erbij. Ik zeg, superavond. Ook allerlei muziek, het is fantastisch. Even kijken hoor, die meneer in het oranje, hoe kan het ook anders? Ja, Ik ben benieuwd of hij een beetje lekker heeft gegeten. Ja. Sorry. Hoeveel fles is dit, meneer? Oh, dat weet ik niet. De tweede, denk ik. De tweede? Ja. En u komt hier uit de buurt en dacht... Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Helemaal niet. Maar het is toch een buurtfeest? Ja, dat weet ik. Mijn dochter woont hier in de buurt. En die heeft mij uitgenodigd. Maar dit is nu bijna klaar. Komt het dessert nog? Op het dessert, ja. Maar was het een beetje lekker of was het heerlijk? Wel gezellig? Ja? Nee, het was gezellig en lekker. En naast wie zat u dan? Naast mijn dochter. Ah, kijk. Maak je ook wel contact met uw tafelgenoten of valt het een beetje mee? Nou, die staan allemaal daar. Ja, kijk eens aan. Ja. Fijn, ik vind het geweldig. Hebben we nog een fijne avond? Dank je wel. Laat maken? Wat zeg je? Gaat u het laat maken? Nee, ik ga het niet laat maken. Nee, heel verstandig. Wel, morgen weer lange dag. Daar is het ook gezellig. Er wordt al meegezongen. Ja, na een mooi diner met taart ga je nu de tweede deel van de avond in. Ik snap niet waarom niet iedereen hier is. Nee, we hebben een plek voor 750 mensen. Dus dat is... daar kunnen er ook niet meer zijn. Want dan redden we het niet. Ik vind die meneer ook wel leuk eruit. Ik ben benieuwd wat hij weer te melden heeft. Eens even kijken. Ah, daar is onze cameraman. Ja, sorry, het is zo druk. Zeg, heren, wat zijn jullie aan het doen? Taartje eten, jongen. Taartje eten. En is dit typisch Oosterhoek? Dat dacht ik dan, hè. Oh, man. Is dit typisch Waardekasmeer? Absoluut. Ja. Een doeltje... het doeltje leven, zou je kunnen zeggen. En hoe ziet de rest van de avond eruit? Er komt straks nog een opera ook, toch? Zegt u zo? Operaatje. Straks nog een opera. Jazeker. Mooi hoor. Bent u een beetje opera liefhebber? Absoluut niet. Oh. Nee, we komen hier voor de gezelligheid, hè? Oké. Je drinkt een biertje, je eet een hapje, je bent met vrienden helemaal top. Wat heb je trouwens mooie bretels aan? Dank u zeer. Ja, gekregen van mijn vriendinnetje, of van mijn moeder. Dank u wel. En hier als crème de la crème. Nou, waar is hij dan? Ons is verteld dat hier de André Hazes van de Watergraaf Smeer zou optreden. Maar we zien hem niet. We zijn er kwijt. Ja, Frank loopt hier rond, die zingt. En hij staat op de fontein. Oh, op de fontein is gelukkig uit. Ah, kijk. Misschien is het maar goed om dit even in stilzwijgen af te sluiten. Dat we horen naar de André Hazes van Amsterdam op de fontein. Van de Watergraaf Smeer. Daar is Frank. Ronald, terug naar jou.